De afgelopen tijd heb ik de nieuwe Homey Pro 2023 kunnen testen. Werkt de CPU nou beter dan de oude Homey Pro of werkt hij eigenlijk gewoon nog hetzelfde? En hoe werkt de ethernet adapter eigenlijk? In deze video wil ik mijn bevindingen met jou gaan delen. Dus ben jij benieuwd wat ik van de nieuwe Homey Pro 2023 vind? Blijf dan zeker kijken! Hoi, ik ben Ruud van homieconnected.nl en vandaag gaan we kijken naar de nieuwe Homey Pro 2023. Ik heb de afgelopen tijd de Homey Pro 2023 kunnen testen en ik heb voor mezelf een lijstje gemaakt met de punten die ik graag met jullie wil bespreken. Dus dat lijstje heb ik hier voor me, dus mocht ik af en toe eventjes opzij kijken, dan kijk ik op mijn lijstje of ik niks mis wat ik met jullie wil delen. Voordat we aan mijn lijstje gaan beginnen, vind ik het wel even belangrijk om te zeggen dat toen ik de Homey Pro testte, was de Homey Pro nog in beta. Wat inhoudt dat de Homey Pro nog in de testfase was van Atom. Atom heeft een publieke testfase gehad, de beta-fase of de early access-fase. En daarin kon je dus de Homey Pro aanschaffen en kon je meedoen aan de test. Zo heb ik dat ook gedaan. Het kan dus zijn dat ik vandaag problemen benoem of dat ik punten benoem die al lang zijn opgelost. Dus kijk ook altijd even in de changelog die Atom bijhoudt. En in de changelog kan je dus de wijzigingen vinden die Atom doet in hun software. De changelogs kan je makkelijk vinden via mijn website homiconedis.nl. Daar zie je in de menubalk changelog staan en daar kan je alle changelogs vinden die Atom bijhoudt. Oké, okay, laten we dan nu gaan kijken naar mijn lijstje. Als eerste wil ik even een terugblik gaan doen. Het leek me namelijk wel goed om eventjes een terugblik te doen op de oude Homey Pro. Want de oude Homey Pro is toch wel de Homey Pro waarmee ik de nieuwe Homey Pro ga vergelijken. Ja, hoe werkte de oude Homey Pro dan voor mij? De oude Homey Pro was voor mij wel een beetje een instabiel systeem. Het werkte op zich wel, maar. Er waren ook wel momenten dat het gewoon niet werkte. En het was altijd maar een beetje de vraag of het zou gaan werken. De ene dag werkte het wel, de andere dag niet. Soms werkte het een week of twee weken goed. Maar het kon ook zijn dat het de twee weken of twee weken niet echt lekker werkte. Dus het was niet echt een heel stabiel systeem. Naast dat het systeem niet echt heel stabiel was, had ik ook Zigbee problemen. De oude Homey Pro staat er wel onbekend dat uh, die niet zo'n goede Zigbee chip heeft. En veel mensen hebben last gehad van slecht werkende Zigbee. Ik had daar dus ook last van. En op een gegeven moment, een beetje in het eindstadium dat ik de oude Homey Pro heb gebruikt, heb ik een moment gehad dat ik ongeveer nou, heel kort, achter elkaar, zeven keer, al mijn Zigbee apparaten opnieuw heb moeten koppelen omdat het gewoon echt niet werkte en ik ze ook niet meer aan de praat kreeg. Ja, na die zevende keer was ik dat wel zat. En toen heb ik het ook een tijdje op Home Assistant gedraaid, waar het toen wel goed werkte. Maar ja, dat voelde toch ook niet echt helemaal lekker. Want ik wil eigenlijk toch wel alles graag op de Homey hebben draaien. Dat ik de Homey op zich een heel goed en mooi systeem vind. En de flows maken vind ik ook hartstikke leuk om te doen. Dus ja, ik wou het allemaal graag op Homey hebben draaien. Maar ja, dat werkte dus niet echt lekker. Naast de slecht werkende Zigbee had ik ook slecht werkende zonneactiviteit. De zonneactiviteit bij mij, werkte bij mij niet goed omdat het gewoon veel te traag was. Veel mensen bevelen de zonneactiviteit aan en dat snap ik ook, want het is op zich een hele makkelijke manier om verlichting te schakelen op basis van beweging, of als er een deur open of dicht gaat, want zonneactiviteit werkt als volgt. Uh, je hebt bijvoorbeeld een bewegingssensor en een raamdeursensor in jouw zone, in jouw uh, ruimte die je in uh, de Homey-app hebt gemaakt. Dus bijvoorbeeld in de gang heb jij een bewegingssensor geplaatst. Zodra die sensor dan actief wordt, zal die in Homey activeren. En doordat je die zone dan activeert, kan je weer een flow trekken die bijvoorbeeld de lamp aanzet of die iets anders doet. Ja, bij mij werkte dat dus niet goed. Als ik een, een ruimte inliep, dan kon het zo drie à vier seconden duren voordat de verlichting aanging. En dat is echt veel is te laat. In smart home wil je toch wel dat hij binnen een seconde je verlichting aanzet. Alles boven de seconde is gewoon lang. En dan zou je denken, een seconde? Ja, een seconde. Want een seconde dat merk je al. Als er een seconde lang de verlichting niet aangaat... Dan merk je dat meteen. Dus je wil eigenlijk dat die in honderdste van seconde aangaat. Bij mij werkte dat dus niet. En ik heb toen ook flows gemaakt die direct met de sensor werken. Dus zodra de sensor geactiveerd wordt, dan activeert hij meteen de verlichting. Zonder de zonneactiviteit of iets van homie daartussen. Heb ik dan wel weer voorwaarden aangehangen dat bijvoorbeeld de lichtsterkte op de juiste sterkte moet zijn voordat die de verlichting aanzet. Ik had ook problemen met um, ja, slechte verbinding. Ik, ik had ook vaak dat als ik de app opende dat de app dan aangaf dat Homey niet bereikbaar was en daar kon ik helemaal niks. Ik kon geen apparaat bedienen, kon geen instellingen aanpassen. Dan moest ik of de app opnieuw opstarten en dat, hopen dat het dat werkte, of ik moest Homey helemaal opnieuw opstarten, of ik moest wachten. Of ja, dat werkt gewoon niet echt lekker. Als je thuis komt en, en je wilt alarm uitzetten. Dan wil je eigenlijk dat als je de app opent je meteen het alarm uit kan zetten. Maar als je de app opent en je moet gaan wachten, dan is dat niet zo fijn. Want dan is de kans groot dat jouw alarmsysteem afgaat. En dat willen we niet. Dus ja, dat is gewoon heel vervelend. En ook als je gewoon een lampje aan wil zetten of iets anders, dan, ja, dan gaat het niet omdat de app dan geen verbinding heeft. En naast die slechte verbinding had ik ook slechte verbinding met mijn Google Home-apparaten. Ik heb de Google Home uh, Mini's hier in huis, in de Google Hubs. Alleen, als ik dan in de Homey app keek, dan stond er vaak zo'n rood driehoekje in de apparaattegel. En daarmee wil Homey aangeven dat het apparaat geen verbinding heeft, of dat er iets niet goed is met het apparaat en dat het niet werkt. Ja, dat had ik bij de Google Home apparaat eigenlijk altijd. Dus ik heb ook volgens mij een vlog gemaakt dat ik de app één keer in de zoveel tijd opnieuw opstart zodat hij dan altijd verbinding heeft. ja dat uh, werkte dus ook niet echt goed. op zich werkte het wel, want ik heb het toch wel een aardige tijd kunnen gebruiken. alleen ja deze punten die ik net benoemde, die werkte dan niet echt goed en dat maakt het systeem ook wel instabiel en de algehele ervaring misschien iets minder, omdat je toch bij een demotica-systeem verwacht je dat hij uh, dingen uit handen neemt. En als jij dingen uit handen geeft aan je smart home, dan verwacht je ook dat hij dat uitvoert. En als hij dat dan niet doet, dan is dat vervelend. Tot zover de terugblik. Gaan we nu even kijken naar de nieuwe Homey Pro. Want de nieuwe Homey Pro heeft een nieuw moederbord gekregen. En die is gebaseerd op de Raspberry Pi Computer Module 4. Hele mond vol. Maar. <laughs> uh, ja. Ze hebben een nieuw moederbadje gemaakt. Die dus gebaseerd is op die Raspberry Pi computermodule. Uh, ik denk dat Ethan daar wel een hele goede keuze in hebt gemaakt. Raspberry Pi bestaat natuurlijk al heel lang. En is ook al wel bekend in de smart home-wereld. Zo so, kan je bijvoorbeeld een. Een Home Assistant installatie kan je installeren op een Raspberry Pi. Dus ja, ik denk dat dat wel een goede keuze is die Atom daar heeft gemaakt. Ja, de nieuwe Homey Pro 2023 die beschikt over een 1,8 GHz processor, 2 GB RAM geheugen en 8 GB opslaggeheugen. Ja, die RAM geheugen dat gebruikt Homey voor een beetje de interne processen. Dus uh, het uitvoeren van je flow's, het draaien van um, ja, het systeem. En dan de 8 GB opslag is, is de opslag voor je flow's, en alle instellingen en al dat soort zaken. Dan beschikt de nieuwe Homey Pro ook over 9 antennes. De nieuwe Homey Pro beschikt ook over een nieuwe Zigbee-chip, de Zigbee-chip 3.0 uh, ZWave Plus. Wifi 2,4 en 5 GHz, waarbij de 5 GHz nieuw is voor Homey. De oude Homey Pro ondersteunde alleen maar de 2,4 GHz. Je kan de nieuwe Homey Pro ook aansluiten op de Ethernet kabel. Daar heb je wel een adapter voor nodig en die kan je eventueel bijbestellen bij jouw uh, Homey Pro. Voor de rest beschikt de Homey ook over de 433 MHz antenne infrarood. Bluetooth 5.0 Low Energy en dan hebben we ook nog twee nieuwe antennes en dat zijn Matter en Thread. Matter is uh, momenteel al te gebruiken, dat hebben ze al geïntegreerd. Dus mocht jij een Matter-apparaat hebben, dan uh, kan je die uh, nu koppelen met jouw Homey Pro 2023. En dan hebben we nog Thread en Thread dat wordt verwacht in Q3 van 2023, dus daar zijn ze nog mee bezig om dat uh, toe te voegen, dus daar moeten we nog even op wachten. Ik denk dat met dit moederbord en al deze antennes aan boord de nieuwe Homey Pro wel een goede en stabiele basis biedt voor jouw smart home. Met de komst van de Homey Pro 2023 is het ook mogelijk geworden om jouw Homey Bridge als satelliet te gebruiken. Wat je dan doet is je koppelt Jouw Homey Bridge aan jouw Homey Pro, dus die voeg je gewoon toe als apparaat aan de Homey Pro, en vervolgens zal Homey ervoor zorgen dat de signalen via de Homey Bridge naar de desbetreffende apparaten wordt gestuurd. De Homey Bridge ondersteunt infrarood, eh, Zigbee, Z-Wave en Matter. Voor infrarood geldt dat je eh, in de Homey app eventjes moet aangeven door welk apparaat jouw infraroodapparaat bediend moet worden. Dus kan je zeggen van oké, okay, mijn tv op de slaapkamer, die moet door de Homey Bridge bediend worden. En dan zal Homey ervoor zorgen dat het signaal via de Homey Bridge gaat verlopen. Voor Zigbee en Z-Wave, daarbij geldt dat um, de Homey Bridge wordt opgenomen in jouw Zigbee en Z-Wave netwerk. Dus hij gaat eigenlijk gewoon fungeren als router en versterkt daarmee het signaal. Voor Matter durf ik het zo niet precies te zeggen hoe dat werkt. Daar kom ik misschien later nog op terug in een andere video. Maar je kan dus je Homey Bridge als ja, een soort van externe antenne gebruiken voor jouw uh, Homey Pro. Dus mocht je nou een wat groter huis hebben, dan zou je eventueel ook nog een extra Homey Bridge kunnen aanschaffen. Om zo het bereik wat te vergroten. Dan wil ik het even gaan hebben over de backups. Voor de Homey Pro kan je een, een backup-abonnement aanschaffen bij Atom. Kost 10 euro per jaar. Dus dat valt uh, wel mee qua kosten. Met de cloud backups wordt er elke nacht van jouw Homey Pro een backup gemaakt. En die backup wordt dan opgeslagen in de cloud. Mocht er dan een keer wat zijn met jouw uh, Homey, dan kan je die backup herstellen. En dan werkt het weer zoals het zou moeten werken. Het enige nadeel is aan deze cloud backups: is dat de Homey Pro. Bewaart maar 7 backups. Dus zodra de achtste backup komt, of de, zodra de achtste backup wordt gemaakt, wordt de oudste backup wordt verwijderd. Is een beetje een nadeel. Maar ik vind de Homey eh, Cloud Backups wel handig. Want het gebeurt gewoon automatisch, je hoeft er niet over na te denken. En mocht er wat zijn, dan eh, heb je een backup waarop je kan terugvallen. Met deze cloud backups kan je ook Jouw oude Homey Pro migreren naar de nieuwe Homey Pro. Tijdens de lancering die Atom deed, was het nog wel even een probleem, want toen was de, de backup-functie nog niet gereed. Dus Atom heeft keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat de backup-functie klaar was toen de Homey Pro uh, daadwerkelijk uh, uitgeleverd ging worden. Ja, dat is er gelukt. Volgens mij was er toen nog wel iets van problemen met de Zigbee, omdat dat een hele nieuwe antenne is. Daar waren wat probleempjes mee, volgens mij, als ik me goed kan herinneren. Maar dat hebben ze inmiddels opgelost. Dus je kan, als je nu een Homey Pro 2023 koopt, gewoon de migratiefunctie gebruiken om jouw oude Homey Pro over te zetten naar jouw nieuwe Homey Pro. Met de komst van de nieuwe Homey Pro hebben we ook de functie voor lokale backup gekregen. En de lokale backup vind ik een hele goede toevoeging. En ik vind dat een goede toevoeging omdat. Met de lokale backup kan je zelf een backup maken, handmatig. En die kan je dan vervolgens opslaan op je eigen computer. Of op het netwerk harde schijf, of een externe harde schijf. En dan kan je die daar bewaren. Ondanks dat de nieuwe Homey Pro de lokale backup functie heeft... zou ik toch adviseren om ook de cloud backups te nemen. Omdat de cloud backups, dat werkt gewoon automatisch. En de lokale backup, daar moet je, dat moet je handmatig doen maar dan moet je ook de Homey Pro voor aan je computer koppelen. En dat zijn vaak dingen die je vergeet. Dus vind ik de cloud backups sowieso wel aan te raden. Waar ik de lokale backup wel handig voor vind, is als jij je Homey Pro hebt geïnstalleerd en je hebt al je flows gemaakt, je hebt al je apparaten gekoppeld, dan kan het handig zijn om van die situatie eventjes een backup te maken. Dan heb je namelijk altijd een backup die je kan herstellen naar het moment dat je weer begonnen bent. Dus je koppelt al je apparaten, al je flows maak je, en je zorgt dat die helemaal goed en stabiel werkt zoals je wil dat die moet werken en dan maak je een lokale backup. Die backup sla je op en mocht er dan een keer wat zijn, dan kan je altijd die backup weer herstellen en dan ben je altijd weer terug bij het begin. Die backup kan je natuurlijk altijd bewaren en dan kan je tussentijds nog wel eens wat andere lokale backups maken. Maar dan heb je altijd een mooi moment om weer op terug te vallen. Dus daar vind ik de lokale backup functie echt zeker wel handig voor. Alleen ik denk dat veel mensen toch wel gaan vergeten om. één keer in de zoveel tijd hun Homey even los te koppelen. En dan een backup te maken. Dan wil ik even doorgaan naar de flows. Met de komst van de Homey Pro 2023 zijn de advanced flows standaard inbegrepen. Bij de oude Homey Pro kon je die aanschaffen voor 25 euro eenmalig. En dan wordt dat toegevoegd aan je Homey Pro. Bij de nieuwe Homey Pro zit dat standaard erbij geleverd. Dus je kan out of the box meteen standaard flows gaan maken. Ja, ik vind de Flow Editor gewoon hartstikke makkelijk en fijn werken. Je hebt gewoon goed overzicht. Voor de mensen die misschien al uh, langer standaard flows maken. Zal het eventjes wennen zijn. Want het werkt iets anders. Je hebt geen uh, als en, en dan kolom meer. Maar je kan nu de kaarten gewoon willekeurig op je scherm neerzetten. Je kan ze ook willekeurig aan elkaar koppelen. Maakt niet meer uit hoe of wat. Je kan een als kaart meteen aan een dankkaart koppelen. Maar je kan er ook eerst nog een n-kaart tussen maken. Dat maakt allemaal niet uit. Dus dat zal even wennen zijn. Als je het eenmaal door hebt, dan denk ik toch wel dat het fijner werkt. Daarnaast kan je ook je flow zo groot maken als je zelf wil. En dat heeft als voordeel dat je gewoon meerdere flows ja, ik moet zeggen, meerdere standaard flows in één advanced flow kan maken. Vroeger dan was je eigenlijk verplicht om meerdere flows te maken om één ding voor elkaar te kunnen krijgen. En ik denk dat daar een mooi voorbeeld voor is, de wasmachine flow. Dus wil je een notificatie krijgen van je wasmachine, dan had je daar iets van drie of vier flows voor nodig om die ene notificatie te kunnen krijgen. Al die drie of vier flows kan je nu in één advanced flow stoppen. Dus dat bespaart ook wel veel ruimte. De problemen die ik uh, ervaren heb met de flows, dat wa was de zonnestandkaart. Die werkte niet. Volgens mij hebben ze dat al opgelost. Maar ik had dus flows gemaakt die mijn gordijnen open en dicht moesten doen. Alleen dat werkte eventjes niet. Een ander punt wat ik had, dat was um, ik had allemaal flows gemaakt. En ik zat een beetje te denken. Ik had zin om flows te maken. En ik zat te denken van ja, wat voor flows zou ik nog eens kunnen maken. Dus toen als eerst heb ik een activiteitenspelletje voor mezelf gemaakt met dat spelletje kan ik overdag bepaalde dingen doen waardoor ik ervoor zorg dat ik s'avonds niet nog een lange reis met de auto hoef te gaan maken of een lange fietstocht en ja, dat is wel een wat grotere flow geworden, daarnaast heb ik ook nog een flow gemaakt met een jukebox er komt binnenkort nog een video van online dat begon als een hele kleine flow maar dat is uiteindelijk ook een hele grote flow geworden en toen ik die jukebox Flow aan het testen was toen merkte ik wel dat HOMI er even moeilijk mee had. Homi werkte een beetje traag. Sommige dingen werden niet uitgevoerd. Dus toen merkte ik wel even dat Homi iets zwaar had. Waar het aan gelegen heeft, dat weet ik niet. Het kan zijn dat er een apparaat niet helemaal lekker werkte. Misschien kan het zijn dat ik te veel van HOMI vroeg. Het kan ook zijn dat er iets in de firmware verkeerd zat. Ik weet het niet. Maar momenteel ervaar ik dat probleem helemaal niet meer ook als ik nu een wat grotere flow maak, dan merk ik daar geen enkel probleem mee. Dus ja, tot nu toe werkt het gaan eigenlijk hartstikke goed. Om de nieuwe Homey Pro te gebruiken, moet je ook de nieuwe Homey app gebruiken. Voor Android en iOS is er een nieuwe app gemaakt. Deze app uh, is eigenlijk gewoon voor het grootste deel cosmetisch veranderd. Dus ze hebben de, het uiterlijk van de app veranderd. Er zitten nog wel wat andere dingetjes in. Maar vooral, het is vooral het uiterlijk wat ze veranderd hebben. Zelf vind ik het, het standaard uiterlijk een beetje wit en kaal. Maar. Je kan nu de nieuwe Homey-app ook in dark mode gebruiken. Wil je weten hoe dat moet? Kijk dan even op mijn YouTube-kanaal. Daar staat een, uh, een short. En daar leg ik uit hoe je dat uh, kan instellen. Maar je kan dus de nieuwe Homey-app ook in dark mode gebruiken. Zelf gebruik ik de dark mode. En ja, dat vind ik eigenlijk wel heel prettig. En dat vind ik ook wel iets mooier uitzien. Maar dat is meer een persoonlijk ding. Voor de rest werkt de app uh, goed, lekker snel, Merkte er geen problemen mee, kan snel eventueel flows maken. Wel alleen standaard flows, de advanced flows die uh, kan je alleen in de webapp maken, maar voor de rest werkt de app eigenlijk gewoon hartstikke snel en fijn. Gaan we nu naar mijn bevindingen toe. Zoals so, ik in het begin zei dat mijn oude Homey Pro niet echt stabiel werkte... Daarentegen werkt de nieuwe Homey Pro echt hartstikke stabiel. Ik merk eigenlijk geen problemen dat Homey het mo moeilijk heeft of zwaar heeft hier in huis. Ik heb eigenlijk dezelfde flows gemaakt. En zelfs nog meer en ook grotere flows. dan dat ik op mijn oude Homey Pro had. Maar de nieuwe Homey Pro heeft daar echt geen moeite mee. Dus dat is gewoon heel fijn en prettig om te merken. Het loopt allemaal gewoon lekker soepel en snel. Dus ja, het is gewoon super fijn. De Zigbee werkt ook echt hartstikke goed. Tijdens het. Koppelen van mijn ZigBee-apparaten heb ik drie apparaten gehad die niet wilden koppelen. Waar het precies aan lag, weet ik niet. Ik denk een afstandsdingetje dat misschien te ver was van Homey vandaan. Maar dat probleem had ik snel opgelost. En daarna heb ik ook geen problemen gehad met die apparaten. En werken ze nog steeds gewoon hartstikke goed. ZigBee draait hartstikke fijn. En echt, alle problemen die ik met de oude Homey Pro had, die heb ik totaal niet meer met de nieuwe Homey Pro. Dus dat is echt een hele grote verbetering. Dus mocht jij een oude Homey Pro hebben en mocht jij Zigbee-problemen hebben, zou ik zeker willen aanraden om ook eens even naar de nieuwe Homey Pro te kijken. Want ik denk dat dat wel 90 tot 100% van al je problemen kan oplossen. Het ligt er natuurlijk wel aan hoe jij je netwerk hebt opgebouwd. Maar als je gewoon je netwerk goed hebt opgebouwd, kan dat zeker jouw problemen gaan oplossen. Dan de. Ethernet adapter. De Ethernet adapter is natuurlijk nieuw voor, uh, voor de homie. Toen Emil de Ethernet adapter aankondigde, was ik eigenlijk gewoon hartstikke blij. Want voor mij geldt dat de internetkabel altijd nog boven de wifi gaat. Wifi is namelijk gewoon veel meer storingsgevoeliger dan een internetkabel. Ik woon hier in een, in een appartement en ik heb allemaal wifi netwerken om me heen. Dat stort ook weer op mijn wifi netwerk. Dus de wifi is niet helemaal optimaal zoals het zou moeten wezen. Ik heb wel de kanalen veranderd en daarna gekeken. Maar ja, het werkt niet, nog niet helemaal optimaal. Daarnaast stort ZigBee ook op jouw wifi. Dus eh, ik heb hier ZigBee natuurlijk in huis door Homey. En ook de Philip Hue hub ja, Dat stort ook wel een beetje. Dus je moet toch altijd wel een beetje aan kanaalplanning doen om dat goed te krijgen. Dus ik ben hartstikke blij met de ethernet-adapter. Ik merk ook wel dat. De Homey daar stabieler door geworden is. In het begin zei ik dat de Google Home producten vaak geen verbinding hadden. En dat als ik de app opende dat ik dan geen verbinding had met Homey. Die problemen die zijn echt weg. Sinds ik de nieuwe Homey Pro heb, heb ik die problemen gewoon niet meer gehad. Google Home producten zijn altijd gekoppeld. Uh, als ik de app open is Homey altijd beschikbaar. En ja, ik denk dat het echt door de Ethernet adapter komt. Ik denk ook dat Homey daar een stuk stabieler door draait. Dus ik ben met de Ethernet adapter echt hartstikke blij. Het koppelen ging heel makkelijk en simpel. Je moet wel even goed opletten dat je de Ethernet adapter goed aansluit. Het kabeltje aan de Ethernet adapter met de USB-C connector. Die stop je in de voedingsadapter. En het bijgeleverde USB-C-kabeltje stop je aan de zijkant van de Ethernet adapter en in Homey. En ja, als je hem dan aansluit, dan start Homey op en hij heeft eigenlijk meteen verbinding met eh, internet. En je hoeft daar niks voor in te stellen. Mocht jij jouw Homey Pro aan het installeren zijn en je hebt de Ethernet adapter in gebruik. En je moet tijdens het installatieproces eh, gegevens voor de wifi invullen. Dan is de kans groot dat jij je Ethernet adapter verkeerd hebt aangesloten. Dan de zonneactiviteit. Die heb ik natuurlijk ook getest. Ik heb een flow gemaakt die als eerste met de sensor werkte. Ja, dat werkte gewoon goed en snel en fijn. Toen heb ik de kaarten van de sensor losgekoppeld en heb ik een kaart van de zonneactiviteit ingevoerd. Zo wist ik dat de flow die ik gemaakt had zeker goed werkte. En ja, ik had die zonneactiviteit kaart gekoppeld. Toen ik hem gekoppeld had, toen werkte het heel goed. Alleen, ja, een paar uur later werkte het niet. Ik liep de gang in en de verlichting ging niet aan. En het was donker buiten. En ochtends werkte het nog steeds niet. En het was nog steeds donker buiten. Dus de verlichting had gewoon aan moeten gaan, maar die ging niet aan. Toen ben ik in de Homey app gaan kijken. En de sensoren die werden wel actief, maar de verlichting ging niet aan. Dus dat werkt voor mij nog niet helemaal. Ik ga daar nog verder naar kijken. Misschien kan ik nog andere dingen doen. Misschien ligt het ergens anders aan. Dat ga ik nog verder uitzoeken. Maar voor nu werkte dat nog niet echt lekker. Mijn algehele beeld van de Homey Pro 2023 is dat Atom met deze nieuwe Homey Pro echt hele grote stappen vooruit heeft gemaakt. Alle problemen die ik met Zigbee had zijn voorbij. De Homey draait gewoon stabiel, fijn en lekker. En ja, ik zou de Homey Pro 2023 echt aanraden. Want ja, het is gewoon echt een hele goede basis voor jouw smart home. En ik durf zeker wel te zeggen dat de Homey Pro 2023 de smart home hub van dit moment is. Dus wil jij met je smart home gaan beginnen? Of heb jij al een smart home, maar werkt je niet helemaal lekker? Kijk dan zeker naar de Homey Pro 2023. Want ja, dat is toch wel een hele goede basis voor jouw smart home. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Abonneer je dan hier eventjes onder. Zet ook het belletje aan. Dan krijg je elke keer een melding als ik een nieuwe video plaats. Vergeet ook niet even lid te worden van de Homie Cornelissen Facebookgroep. Daar kan je met je al je vragen terecht. En er zijn genoeg mensen die je daar kunnen en willen helpen met je vragen rondom Homie. En misschien help ik jezelf wel. Dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.